is mijn leven, dit is mijn stad. Hier voel ik me veilig, hier ligt mijn hart. De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal. Dit is mijn verhaal. Dit is mijn verhaal. Deze week in Gezonde Zorg. Orgaandonatie. Wat als je zo ziek bent dat alleen een nieuw orgaan je kan redden? We zien hoe de artsen van het Slingeland Ziekenhuis omgaan met orgaandonatie en wat erbij komt kijken. En het verhaal van een nierpatiënt die een orgaan heeft mogen ontvangen. Dit is mijn verhaal. We zijn op bezoek bij Wim Hubers. Hij is al jaren suikerpatiënt. Door deze ziekte zijn zijn nieren aangetast en steeds slechter gaan functioneren. Zo slecht dat op een gegeven moment Wim op de wachtlijst is gezet voor een transplantatie. Het falen van de nieren is geconstateerd doordat ik suikerziekte had. Kwamen de eiwitten in de urine. Zeg maar van, en toen heeft men gezegd, zeg maar van, jouw nierfunctie die gaat achteruit lopen. Zorg dat je de suiker goed op peil houdt. Hoe lang mogelijk proberen die nierfunctie zo goed mogelijk te houden. Maar door de suikerziekte liep dat toch langzaam iedere keer verder terug. En toen begon de medische molen helemaal te draaien. Zeg maar van, je komt dan bij een nierspecialist, bij een nefroloog. Zeg maar van, je krijgt andere medicijnen erbij. En zodoende zeg maar van, kwam ik na zo'n anderhalf, twee jaar, werd er gezegd, meneer Hubers, u moet gaan dialyseren of buikspoeling. Je moet ons maar aangeven wat je het liefste wil. En toen heb ik gekozen voor die buikspoeling. Doordat de nierfunctie steeds verder achteruit ging, zeg maar van, moet je dialyseren of buikspoeling, zeg maar van. En dan wordt iedere patiënt de mogelijkheid gegeven om op de donatielijst te komen voor niertransplantatie. En daar heb ik met de artsen ook over gehad en gedaan, zeg maar van, en daar voelde ik wel voor. En zodoende hebben ze mij doorgestuurd naar Groningen toe, waar ook de niertransplantatie en de alvleesklier-transplantatie tot stand is gekomen. Voordat patiënten op de wachtlijst komen te staan, ondergaan ze eerst een uitgebreid onderzoek. Mensen die voor niertransplantatie in aanmerking willen komen, die moeten eerst onderzocht worden om te kijken of niertransplantatie voor hen een geschikte behandeling is. En een van de dingen die je dan graag wil weten is of hun operatierisico acceptabel zou zijn. En daarom moeten we onderzoek doen van hun hart en hun longen. En dat doen we door ze naar de cardioloog te verwijzen, door röntgenfoto's te maken en bloedonderzoeken te doen. Daarnaast willen we weten of het nieuwe orgaan wel kans heeft om te blijven zitten en te blijven functioneren. En ook daarvoor hebben we een aantal onderzoeken nodig die we in de tijd na dat we die beslissing hebben genomen uitvoeren. En als laatste willen we graag weten of de patiënt niet in de problemen zal komen nadat hij een niertransplantatie heeft gekregen. En ook daarvoor hebben we een aantal onderzoeken nodig. Bijvoorbeeld om uit te sluiten dat er infecties zijn die later een rol zouden kunnen spelen. En een van de onderzoeken die dan bijvoorbeeld moet gebeuren is dat mensen hun gebit moeten laten nakijken door de tandarts. Orgaandonatie is een emotioneel onderwerp. Het Slingeland Ziekenhuis maakt sinds 2004 gebruik van donatiefunctionarissen. Zij houden zich in het ziekenhuis bezig om de orgaandonatie te bevorderen. We zijn verantwoordelijk voor het gehele donatiebeleid in ons ziekenhuis. Dus dat houdt in dat wij heel veel voorlichting geven aan specialisten, artsassistenten, afdelingsverpleegkundigen. Op alle niveaus dat iedereen alert is en op de hoogte is van alle nieuwe ontwikkelingen. We zijn verantwoordelijk voor de protocollen. We hebben ook een commissieorgaan en weefseldonatie in ons ziekenhuis die wij ondersteunen en die ons ondersteunt in alle werkzaamheden. We zijn verantwoordelijk voor de nabestaande zorg, met name voor weefseldonatie. En mocht er een orgaandonor zich aanmelden op de IC-afdeling, dan zijn wij in eerste instantie het eerste aanspreekpunt voor vragen van de medisch specialisten al daar. Vervolgens komt er een transplantatiecoördinator hier in het ziekenhuis vanuit het Radboud ziekenhuis, waar wij een samenwerkingsverband hebben met het academisch centrum, die de gehele orgaandonatieprocedure in gang zet en alles coördineert.
En wij zijn daarbij een ondersteunende persoon in. We gaan terug naar Wim Hubers. Door zijn falende nieren ging zijn toestand achteruit. En daarbij ook zijn levensverwachting. De levensverwachting voor de transplantatie, zeg maar van, ja, dat is een beetje uitzichtloos. Zeg maar van, verondersteld zeg maar van, dat je 3 keer in de week moet dialyseren. En dialyseren, zeg maar van, waar ik allemaal hoor van mensen die het doen, zeg maar van, je wordt er oud van. Hè, zeg maar van, je levensverwachting die zal echt niet zo lang zijn. Zeg maar van, en zodoende zeg maar van, zullen heel vaak dialysepatiënten denken van, had ik maar een donor hier. Een van de aspecten die potentiële donoren tegenhoudt, is het idee dat artsen patiënten niet voldoende zorg bieden om haar organen beschikbaar te krijgen. Iets wat zeker een onjuiste gedachte is. In eerste instantie is alles natuurlijk wordt ingezet op het laten herstellen van de patiënt, het genezen voor zover dat mogelijk is. Soms loop je tegen de grenzen aan van wat mogelijk is, omdat iemand zo'n ernstig letsel heeft, dan wel dat je qua behandeling niet veel meer te bieden hebt. En dan wordt in een heel zorgvuldig traject vastgesteld of er voor een patiënt nog iets betekend kan worden, dan wel dat je vaststelt dat hij zo ernstig beschadigd is, lees hersendood is. Dat je uiteindelijk met de familie gaat praten en donatievraag stelt. Of vaak weet familie dat al, omdat een patiënt geregistreerd is als donor. Dus dat gebeurt echt pas nadat alle opties ten aanzien van behandeling, herstel, genezing allemaal bekeken zijn, ingezet zijn. En je uiteindelijk moet concluderen dat er geen weg terug is. Wanneer er geen hersenactiviteit meer is bij een patiënt, moeten artsen een wettelijk traject doorlopen om te kijken of de patiënt daadwerkelijk is overleden. Ga ik met een pennetje krabbelen op je hoofd? Dat is een beetje een vervelend gevoel. Ik begin in het midden. Door de wetgever is een aantal stappen vastgesteld, welke je moet volgen om vast te stellen dat een patiënt overleden is. Dat is overleg met artsenorganisaties gedaan, daar spelen neurologen een rol in. Het kan erop neerkomen dat je vaststelt of iemand bijvoorbeeld een normale lichaamstemperatuur heeft. Als je te koud bent zijn je hersenfuncties traag, dus kun je nooit vaststellen of iemand overleden is. Of iemand medicijnen of drugs in zijn lichaam kan hebben die diezelfde effecten zouden kunnen veroorzaken. Dus het doel is altijd te proberen of je de patiënt kan genezen. Dat staat voorop op het moment dat er een bepaalde fase gepasseerd is waarin je vaststelt dat dat niet haalbaar is door ernstige hersenschade. Dan wordt die reeks van stappen doorlopen. Er zijn meer mensen bij betrokken. Er worden een aantal reflexen getest. Er wordt getest of er ademhalingsprikkel aanwezig is. Het kan zijn dat er nog gekeken wordt met een onderzoek of er een bloedstroom door de hersenen intact is of afwezig is. En als die hele reeks van dingen doorlopen is en ook genoteerd is en gedocumenteerd is, dan stel je vast in overleg met een aantal mensen dat er sprake is van hersendood. En daar horen dus ook echt duidelijk die toetsingscriteria bij. Dat wordt vastgelegd en dat zijn ook zaken die natuurlijk gecontroleerd kunnen worden om te zien of dat zorgvuldig is gedaan. Bij het overlijden gaat een emotioneel traject van start. Het is onder andere aan de donatiefunctionaris om met de nabestaanden in gesprek te gaan over donatie. Als wij in gesprek gaan met familie, komt naar voren de wens van de patiënt. Wij kijken in het donatieregister hoe een patiënt geregistreerd staat en of een patiënt ook daadwerkelijk geregistreerd staat als donor. Vaak is de familie daar ook wel van op de hoogte. Het is gewoon heel erg belangrijk dat er binnen een familie, binnen je gezin wordt gepraat van wat jij wilt. Wil je wel of geen donor zijn? Dat merken we ook heel erg als we met de vraag bij de familie komen. Als er al over gepraat is binnen de familie, maakt het voor de nabestaanden gewoon veel makkelijker ermee om te gaan met gaan we wel of niet doneren. Het is zo moeilijk, want het is net of dat hij nog leeft. Ja, dat is heel moeilijk om te zien. Inderdaad, u ziet net of uw zoon nog eigenlijk zelf ademhaalt. Aan de buitenkant zien we er ook eigenlijk helemaal niks van dat hij overleden is. Hij voelt nog warm aan en hij ligt aan de beademingsmachine. De beademingsmachine zorgt dat de ademhaling gewoon doorgaat, zeg maar. Dat doet de apparatuur. We zullen u dat zo dadelijk ook laten zien als u dat wilt, kunt u daar ook bij zijn, dan zetten we de beademingsmachine ook eventjes uit. En dan kunnen we ook daadwerkelijk zien dat hij niet meer leeft. Nee, dat uw zoon niet meer ademhaalt. Nee. Het is heel erg belangrijk dat mensen zich laten registreren in het donatieregister. Dat merken wij ook bij het voeren van een gesprek met de nabestaanden van de dierbare patiënt die bij ons op de IC ligt. Als we het register hebben geraadpleegd, kunnen we van tevoren al kijken hoe iemand geregistreerd staat.
als iemand niet geregistreerd staat, moeten wij met deze vraag naar de nabestaanden, naar de familie van de patiënt. En het maakt voor de familie gewoon stukken moeilijker als diegene daar nog nooit over nagedacht heeft. Want dan belast je eigenlijk de familie met deze verschrikkelijke vraag op een heel verschrikkelijk moment. En als iemand al geregistreerd staat met ja of nee, dan kunnen we dat terugkoppelen naar de familie. En dan maak je het familie makkelijk met het nemen van een keus. Wanneer de overledene toestemming heeft gegeven voor donatie, of de familie heeft hiermee ingestemd, gaat het medische team discreet en snel te werk. Op het moment dat hersendood is vastgesteld is, volgens die hele rij van zaken, dan wordt dat nog even opnieuw met de familie doorgesproken, omdat er dan natuurlijk een moeilijke fase aanbreekt. Iedereen maakt zich eigenlijk altijd bezorgd hoe degene waar je van houdt achterblijft, als je het zo mag zeggen, nadat een aantal organen uit het lichaam is verwijderd. Nou, een overleg met de coördinator die de transplantaties regelt, wordt er dan een team gebeld. Dan wordt er gekeken welke organen voor uitname in aanmerking komen. Wij behandelen de patiënt, zoals je hem nog steeds noemt, in die periode heel zorgvuldig en op een manier dat die organen inderdaad goed bewaard blijven. Daarna wordt het team, als het in het ziekenhuis arriveert, dan wordt op een operatiekamer worden die organen uitgenomen. En daarna wordt het lichaam natuurlijk zeer respectvol behandeld en op zodanige manier teruggegeven aan de familie na afloop van de hele procedure, dat er eigenlijk niets van te zien is. We gaan terug naar Wim Hubers. Hij was nierpatiënt en heeft 1,5 jaar op de wachtlijst gestaan voordat hij het verlossende telefoontje kreeg. Het is een spannende tijd, spannend, ja. Als je maar bezig bent, dan valt die spanning wel van je af, zeg maar van. Maar toch is het een tijd, zeg maar van afwachten en ja. En dan hoor je van andere mensen, zeg maar, van die hebben een oproep gekregen en dat is goed gegaan. En dan denk je wel, wanneer ben ik aan de beurt? Ja, dan uit die telefoon gaat, zeg maar, van ik zat in de auto en ik hoorde van de arts dat er weer een orgaan voor mij was, zeg maar, van. En ik zou maar direct naar het ziekenhuis toe komen. En dat heb ik ook gedaan, zeg maar, van. En al rij je dan ook van Roermond naar Groningen en toch iedere keer dan denk je van ja, laat ik maar ietsjes harder rijden, hè, want het moet zo gebeuren. Zeg maar van, hoe eerder, hoe beter. Dat gaat door je hoofd heen. Zeg maar van, ik heb stukken op de autobaan nog wel 160, 170 gereden. Zeg maar van, want je wilt zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn. Het Slingeland ziekenhuis voert zelf geen transplantaties uit. Wel worden de organen verwijderd, maar de transplantaties worden door academische ziekenhuizen uitgevoerd. Wim heeft zijn transplantatie in Groningen ondergaan. Zijn nieuwe nieren zijn goed door het lichaam opgenomen, waarna Wim snel herstelde. Dagelijks is hij zijn donor nog dankbaar. En die persoon denk je toch regelmatig aan. Zeg maar van, dan denk je van, ja, ik ben je toch erg dankbaar, zeg maar van, dat je op de donorlijst hebt gestaan. Dat is mijn geluk geweest. Van, voor u is het heel jammer. U bent met een verkeersongeluk om het leven gekomen. Maar het is voor een ander een nieuw leven weer begonnen. En dat denk ik toch wel regelmatig aan. Ja. Ondanks de aandacht die tegenwoordig gegeven wordt aan orgaandonatie, heeft Nederland nog steeds een tekort aan donoren. De laatste jaren hebben we helaas ook weinig donatieprocedures hier in Nederland. Dat komt gewoon eigenlijk omdat er te weinig mensen geregistreerd staan in het register. Helaas is de nabestaande weigering ook heel erg hoog. En dat is gewoon heel erg jammer. En dat komt ook echt wel omdat het een hele verschrikkelijke vraag is op een ontzettend moeilijk moment aan de nabestaanden. Dus als diegene wie het overkomt al daarover na heeft gedacht, dan maak je het de nabestaanden gewoon veel, veel makkelijker met het nemen van een besluit. En dan zal het aantal donoren ook hoger zijn. Belangrijk is om van elkaar te weten, familieleden, gezinsleden, wat de laatste wens is aangaande dit onderwerp van een ieder. Zodat je weet, zodat je niet voor verrassingen komt te staan in een ziekenhuis. Dat is voor professionals makkelijk en dat is voor familieleden ook makkelijk om te weten. Niet zo vervelend als mensen op een IC-afdeling dan pas met dit feit
te maken krijgen. En dan alsnog moeten nadenken van wat zou de dierbare overleden persoon gewenst hebben. Het is uitermate frustrerend als je ziet dat het aanbod aan organen afneemt. En jouw mensen die je graag zou willen helpen, wachtende op iets, komen te overlijden. Ja. Dit is mijn verhaal. Wil je meer weten over orgaandonatie? Kijk dan op de site www.slingeland.nl. Dit is mijn leven, dit is mijn stad. Hier voel ik me veilig, hier ligt mijn hart. De straten en de pleinen, ik ken ze allemaal. Dit is mijn